Ja, daders haarscherp in beeld. Dat zien we allemaal heel graag natuurlijk. We zoeken deze twee mannen in verband met een inbraak bij een ouder echtpaar in hun appartement op het Zeeburger Eiland in Amsterdam. 7 augustus waren zij een dagje met hun kleinkinderen naar het strand. Allemaal hartstikke gezellig. Tot het echtpaar door hun zoon wordt gebeld. Die vertelt dat het alarm bij hen thuis is afgegaan. Het echtpaar is meteen teruggegaan. Toen bleek hun slaapkamer al volledig overhoop te zijn gehaald. Op bed stonden eigenlijk alleen nog een paar sieradenkistjes. Helemaal leeg natuurlijk. Tientallen armbanden, kettingen, horloges, alles weg. Ook de trouwring van de bewoner met de inscriptie van de trouwdatum 17 mei 1971 was verdwenen. Nou, die sieraden zijn voor het echtpaar uiteraard van grote betekenis. Wrange is dat ze pas heel kort in dat appartement woonden, dat ze nog geen tijd hadden gehad om een kluis te laten installeren. Maar, je zag het al een beetje, er hing gelukkig al wel een camerasysteem waardoor die daders haarscherp zijn vastgelegd. Eerst deze man dus. Hij heeft een licht gezet postuur en droeg om geen vingerdrukken achter te laten. Oranje handschoentjes. En als tweede dan de inbreker met het ringbaardje. Hij lijkt iets jonger. Hij draagt een pet van Puma. En zijn grijze rugzak die we zien, die is van het merk Under Armour. Weet u wie de inbrekers zijn? Of heeft u ze misschien gezien? 7 augustus in Amsterdam. Laat dan van u horen op 0800 60 70. We zitten klaar voor u.